Nou, Sander, ten eerste van harte welkom in Os. Ja, je bent een nieuwe verdediger van Top geworden. Wat zijn je kwaliteiten eigenlijk en wie is de persoon, Sander? Ja, dankjewel. Ik kijk er heel erg naar uit om hier te spelen. Ik ben een voetballende verdediger. En dat is vooral mijn kwaliteit, maar ik schuw ook zeker de duels niet. Dus als er in de duels moet geknald worden, dan zal ik zeker knallen. Die ga je ook niet uit de weg dus? Nee, zeker niet. Waar kan je dan, met welke kwaliteit kan je je onderscheiden van de rest als verdediger zijnde? Ja, ik ben een linksvoetige verdediger ook. Dus ik denk dat ik daar ook wel iets kan bijbrengen met mijn voetballende kwaliteit. Ik ben altijd voetballend opgeleid. Heb altijd proberen uitverdedigen met de opbouw. Dus misschien kan ik daar hier wel iets bijbrengen. Afgelopen seizoen heb je 24 wedstrijden gespeeld bij Roda JC. Nu maak je deze stap. Wat is de uitdaging in deze stap? Ja, ik wil gewoon vooral alles spelen. Ik wil echt een vaste waarde zijn in het elftal. En proberen zo goed mogelijk mijn team te kunnen helpen. En gewoon een jaar lang knallen. Dus met sportieve ambities kom je hierheen? Zeker weten. En wat heeft dan de keuze hier gemaakt? Je zegt al, ik wil alles spelen hier. Is ook de mogelijkheid voor? Je weet dat natuurlijk nooit op voorhand. Ik heb goede gesprekken gehad met Linton en ook goede gesprekken met de trainer. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit om hiermee te kunnen bewijzen en mijn kwaliteiten te laten zien. Klaar om te beginnen dus? Zeker weten. Wat wil je nog meer bereiken dit seizoen? Natuurlijk zeg je al, ik wil alles gaan spelen. Maar heb je ook nog met de club zelf ambities? Ja, zeker. We willen zo hoog mogelijk eindigen. En op het einde zien we dan wel waar we gestrand zijn. Maar ik denk wel dat we iets moois kunnen neerzetten. Pas je ook als persoon, denk je, binnen deze club? Ik heb van horen zeggen dat het een gezellige club is. Ik ben zelf ook wel een gezellig en sociaal persoon. Dus ik heb altijd wel mensen om me heen nodig. Dus ik kijk er naar uit om de club ook beter te leren kennen. Heb je die warmte ook al meteen gekregen vanaf het begin? Toch wel. Dat was ook een positief gevoel. En daarom heb ik ook deels deze keuze gemaakt. Ik stond er heel goed in en ik werd hier warm ontvangen. Dus dat heeft zeker ook mijn keuze beïnvloed. Dat is goed om te horen. Is het geen grote stap voor jou eigenlijk? Want je komt natuurlijk uit België. Het is 2,5 uur rijden, gaf je zelf al aan. Is het even omschakelen? Het is een kleine omschakeling misschien, omdat ik nu gewoon op mijn eigen ga wonen. Maar goed, ik ben er klaar voor. Ik ben klaar voor die stap. En ik wil er echt iets moois van maken hier. Je zegt, grap, zelf wonen is ook een belangrijke stap in je leven, is het eigenlijk? Ja, zeker. Ja, dat hoort erbij. Het werd ook wel tijd. Ik was zelf ook al wel iets aan het zoeken. Maar met deze stap valt het eigenlijk allemaal bij elkaar, dus eens zo mooi. Een mooi verhaal, op naar een heel mooi verhaal dit seizoen, dus dankjewel Sander.